Dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Vanmiddag hadden we te maken met bewolking boven Nederland. En die bewolking bevond zich voornamelijk boven het oosten van het land, want in het westen hadden we te maken met brede opklaringen. Heel geleidelijk winnen die opklaringen wel terrein, want de stroming is zuid tot zuidwest. En dat betekent dat de opklaringen die nu boven de Golf van Biscayen zitten onze kant op komen. Maar. Het heeft ook te maken met de bewolking die daar weer achter zit. Die komt er vanzelf aan en dat gaan we morgen zien. Vanavond nog niet, want vanavond klaart het steeds verder op. Temperaturen gaan omlaag naar een graad of 6. De wind neemt af en stelt in het binnenland weinig meer voor. In de nacht koelt het af tot zo'n 3 graden in het binnenland en een graad of 4 langs de kust. Laagste temperatuur in het oosten met opklaringen. In de nacht in het westen alweer toenemende bewolking en ook een toenemende wind. En die wind speelt morgen overdag een rol. Krachtig waait het uit het zuiden, bij zee, misschien zelfs even hard, dat zou dan een windkracht 7 zijn. En ook in het binnenland staat veel wind. Van het westen uit krijgen we te maken met bewolking. In de ochtenduren nog even wat zon in het oosten van het land, maar daarna schuift de bewolking en de regen er van het westen uit in. Die regen trekt ook voorbij, laat op de dag klaart het in het zuidwesten af en toe alweer op. Dan de dagen die volgen laten een toch wat wisselvallig beeld zien. Met vrijdag in het noorden wat zon. Van het zuiden uit weer bewolking en wat lichte regen. Zaterdag en zondag vallen er buien. De meeste buien vallen op zaterdagochtend. In het weekeinde ligt de temperatuur rond een graad of acht. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. We zien ook de nachten kouder worden. En dat zien we ook op de 15-daagse grafiek. Maar het is tijdelijk, want na het weekeinde gaan de temperaturen weer omhoog. En komen we uiteindelijk weer uit in de buurt van de 10 graden. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl